Man omgekomen bij incident Nijmegen-Noord. Natuurorganisaties boos op Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Een Nijmeegse fotograaf legt opstand in Iran vast. Bij een incident aan de Lentse Warander in Nijmegen is dinsdagavond een man overleden. Dat laat de politie weten. De toedracht van het overlijden is nog onduidelijk. De politie zoekt daarom getuigen. Rond 10:30 dinsdagavond rukte de politie en een ambulance uit naar een melding van een steekincident op de Bemmelse dijk, op enkele minuten van de Lentse Warande. Eenmaal ter plaatse trof de politie een gewonde man aan. Eerste hulp mocht niet meer baten, zegt de politie. De identiteit van de man en de toedracht van zijn overlijden worden nu onderzocht. Ook moet nog duidelijk worden of er daadwerkelijk sprake is geweest van een steekincident. Mensen die meer weten over wat zich heeft afgespeeld, wordt gevraagd zich te melden bij de politie. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag wel een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij betrokken was bij het incident. Het broedseizoen is vorige week begonnen, maar of de vogels in de uiterwaarden bij Afferden en Deest op een rustige manier hun eitjes kunnen laten uitkomen, is nog maar de vraag. Niet alleen lopen mensen soms door het broedgebied, ook worden honden regelmatig op die plekken losgelaten, terwijl dat niet mag. En dat moet nu anders, vindt IVN Maas en Waal. De natuurorganisatie uit kritiek op Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, die in 2019 de uiterwaarden hebben opgeleverd zonder wandelpaden en aangewezen hondenlosloopgebieden. Het broedseizoen is begonnen, alleen ja, dan komt weer die kwetsbare natuur om de hoek kijken. Je hebt heel veel vogels die toch op de grond broeden. Pak gewoon een patrijs, maar ook een gele kwikstaart. En alles zit feitelijk aan die kant op de grond, straks rustig te broeden. Ja, en dat is dan toch wel een heel groot afbreukrisico als je dan daar een viervoeter doorheen laat banjeren. Want het verjaagt gewoon de vogels die op dat moment aan het broeden zijn. En die legsels zijn kwetsbaar, dus als je pech hebt, is het nest verloren gegaan door dat bezoek van die viervoeter. Staatsbosbeheer beheert de uiterwaarden bij Afferden en Deest en is het daarmee eens. Als iemand gewoon netjes een hond aan de lijn heeft in zo'n gebied, gaat er over het algemeen niets mis. Maar op het moment dat mensen zich niet aan de openstellingsregels houden en hun hond los laten lopen op plekken waar het niet mag of kan, ja, dan kan er verstoring optreden. Zijn er veel mensen die de honden niet aan de lijn houden? Ja, helaas meer dan dat je zou willen. Volgens IVN komt dat omdat er geen aangewezen hondenlosloopgebieden zijn. Ik gun namelijk toch de hondenbezitter absoluut de vrijheid om zijn hond los te laten. Maar doe het dan op een gebied waar het gewoon kan. Daarom zou een oplossing kunnen zijn om feitelijk dit gebied, zo richting de Veerdam, om dat aan te wijzen als een hondenlosloopgebied. En waarom zou dat een goed idee zijn? Nou, omdat in feite in dat gedeelte eigenlijk maar weinig broedende vogels zich huisvesten. Dus eigenlijk zit daar vanuit de natuur qua kwetsbaarheid een minder groot risico. Maar Staatsbosbeheer vindt dat geen goede oplossing. Wat zou je van die oplossing vinden? Ja, maar dat op deze plek moet. Want in feite is het zo dat het natuurgebied wordt beheerd als een natuurgebied. Mensen kunnen gewoon lekker met de hond er naartoe. Je kunt ook je hond aan een lange lijn doen, dan kan die lekker een beetje rondrennen. Maar loslopen in dit gebied, omdat het beheer ook is met hondbegrazing, dat kan gewoon niet. Mochten mensen toch opvallen dat het broedproces verstoord wordt, roept Staatsbosbeheer op om dit vooral te melden. Momenteel gaat het in de uiterwaarden heel goed, waar gestruind mag worden. En als er echt plekken zijn waarvan gezegd wordt van hey, daar moeten we even goed naar kijken, laat mensen het alsjeblieft melden bij ons. En dan kijken we altijd mee. Maar zover nu bekend is dat niet aan de orde. Toch nog een beetje goed nieuws voor IVN. Op dit moment staat het water nogal hoog en het is lastig voor mens en hond om de plekken te bereiken waar er gebroed wordt. Je kunt er momenteel gewoon niet komen, maar we hebben nu al jaren meegemaakt dat het hier wat nu vol staat met water helemaal droog valt. En dan is het dus een probleem als mensen. En dan is het makkelijk toegankelijk. Je steekt het over als eenmaal het een beetje opgedroogd is. Ja, en dan kun je zo met de viervoeter het gebied in. Het advies van Haafden luidt dan ook. Je moet in dit jaargetijde tot en met eind juni moet je het gebied eigenlijk niet benaderen. Je moet het met rust laten. En dat is wel heel belangrijk. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Fotografe Ineke Jansen bracht in 2019 een bezoek aan Iran en legde daar bijzondere beelden vast. En dat zie je zo.
In het voormalige Linge Hotel in Elst worden ongeveer 50 vluchtelingen opgevangen. Dit hebben de burgemeester en wethouders besloten. De gemeente Overbetuwe heeft vorig jaar als opdracht meegekregen om 136 Oekraïense vluchtelingen op te vangen in de gemeente. Sinds mei 2022 worden er al 80 vluchtelingen opgevangen in Zetten. En nu komen er dus nog Oekraïense vluchtelingen naar Elst. De storm Eunice, die ruim een jaar geleden over Nederland raasde, heeft uiteindelijk voor €25.000 schade aangericht in het Drutens bosje. Dit heeft de gemeente Druten deze week bekendgemaakt. Inmiddels is een groot deel van de omgewaaide bomen en struiken vervangen door nieuwe aanplant. Er zijn destijds onder meer 20 grote bomen tegen de vlakte gegaan. Een deel van de omgevallen bomen en afgebroken takken is verkocht als biomassa te behoeve van energie. Een ander deel is in de bossen blijven liggen ter verhoging van de biodiversiteit. Een prachtige mijlpaal voor de gemeente Beuningen. In de tweede maand van 2023 meldde zich de 700ste wijkheld aan. Hier zijn de gemeente en de DAR erg trots op. Wijkhelden Kees en Dieke kregen een unieke 700ste wijkheld veiligheidshesje en een taart. Zo kan iedereen zien dat zij de 700ste wijkheld in de gemeente Beuningen zijn. Daarna ging de wethouder samen met de wijkhelden op pad om de buurt schoon te maken. Ja, na de dood van de Iraanse Mahsa Amini vorig jaar volgde een protestgolf in Iran. Vrouwen door het hele land strijden voor hun vrijheden en mannen protesteerden massaal mee. Ook in Nederland werd voor deze nationale opstand tegen het Iraanse regime aandacht gevraagd. En dat is nodig, zegt ook fotografe Ineke Jansen. Zij bezocht Iran in 2019 en legde de situatie vast op beeld en deelt haar verhaal met de mensen hier in Nijmegen. Je kunt heel veel mooie foto's van deze toren maken, maar hier trof ik een sluier voor die vrijheid. En dat vond ik het mooiste beeld wat ik uit Iran meenam. Arrestaties, doodvonnissen en gevangenisstraffen. Hoe het Iraanse regime reageert op de protestgolf is wreed. Fotografe Ineke Jansen reist de wereld over om beelden te schieten. En in 2019 deed ze dat in Iran. Nou, de sfeer is daar zonder meer naar toeristen heel gastvrij. Soms zelfs een beetje te erg. Dat je overal, in Isfahan is heel beroemd, hè? Er zijn veel toeristen. Daar werd ik toen in 2019 de hele tijd nageroepen van hallo, how are you, waar kom je vandaan enzovoort. Nu kun je er niet meer naartoe. Hè? Nu is het code rood, dus dat zou je dan eigenlijk niet moeten doen. Hoewel het land nog geen code rood had toen Ineke er verbleef, ziet ze wel vergelijkingen met Iran toen en nu. Ook toen waren er al protesten. Hè? Op de eerste plaats was er al een geweldige inflatie aan de gang. 1 euro werd ineens 10 keer meer waard, dus voor de Iraniërs veel minder. Hè? Dus het was een enorme armoede en dat zag je overal. En een ander punt was de verzet van niet alleen de hoofddoeken, maar ook het verzet gewoon dat mensen vrijheid wilden. Achter de deuren van de huizen, daar kun je feesten, alcohol drinken, van alles en nog wat doen in 2019. Dus dat maakte ik mee. En dan in de straten zag je eigenlijk alleen maar gewoon muren. En verder helemaal niks. Je mag niet zingen. Als vrouw mag je geen zangeres worden. Dansen mag niet. De fotografe legde het leven daar vast op beeld. Na haar reis bedacht ze een tijd later dat de foto's dit belangrijke verhaal aan anderen kunnen vertellen. Ik volgde elke keer een Twitter-account van iemand die dagelijks verslag deed van de protesten, van de demonstraties, van de stakingen. En toen dacht ik heb eigenlijk nog foto's van mijn reis naar Iran. Die gaan over de protesten van 2019. Ik zou daar eigenlijk best goed aandacht voor de huidige protesten mee kunnen vragen. Dus daarom heb ik toen gevraagd of ik een tentoonstelling kon houden. Ja. De foto's komen voor de tweede keer in de schijnwerpers te staan. Deze keer geeft Ineke er een lezing bij. Ik wil graag mijn thema meegeven, kijken over de grens. Dus door van alles van Iran te vertellen en te laten zien. En zo ja, krijgen mensen belangstelling daarvoor. En gaan ze over de grens kijken en krijgen ze meer kennis ervan. Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media. Wiegen Is roept geïnteresseerden via Instagram op om zich aan te melden voor de aanstaande Emilia-loop. Deze hardloopwedstrijd vindt plaats op zaterdag 13 april en is vernoemd naar de eerste bewoonster van het Wiegens Kasteel. De loop is er een 5 en 10 kilometer. Daarnaast is er een jeugdloop met afstanden van 600 meter, 1 en 2,5 kilometer.
De Nijmeegse fotograaf Paul Bekkers deelde vandaag in zijn Insta-stories een foto vanuit de lege Marienburgkapel. De kapel wordt momenteel gerenoveerd. Zo wordt vooral het stukwerk aangepakt. Zover we op de foto's kunnen zien, vorderden de werkzaamheden gestaag. En adviesbureau Stip Nijmegen Noord plaatst vandaag op Facebook een gezamenlijke foto met Bindkracht 10, waarin zij iedereen die het viert een goede Ramadan toewenst. De Ramadan begint naar verwachting deze donderdag en duurt 29 of 30 dagen. Het is vandaag Wereldwaterdag en ook in Nijmegen was daar aandacht voor. Op plein 44 waren putten opengemaakt en waren mensen van het waterbeheer aanwezig om voorbijgangers te informeren over hoe de riolering werkt. En dus ook waar hun belastinggeld heen gaat. Nou, we staan hier op de hoek van plein 44. Hier zijn we een rioolinspectie zijn we hier aan het doen. In het kader van Wereldwaterdag. Water is belangrijk voor iedereen, voor mens en dier en plant. Zonder water kunnen we niet leven. Maar waarom we vandaag hier staan, is om meer beeld te kunnen geven aan wat er onder de grond zit. Aan de riolering en de afvoer van de waterkant. En daarvoor was vandaag de mogelijkheid. Iedereen die langskwam kon kijken naar hoe de riolering er van binnen uitziet. Van binnen zijn betonnen buizen, zand, cement en grind, in een ronde vorm. Dat gaat naar gemalen toe, daar wordt het weer gereinigd. Alle troep wordt eruit gehaald en daarna wordt het weer gereinigd, zodat het weer voor andere doellijnen ingezet kan worden. En gezuiverd natuurlijk. Daar worden door deskundige mensen binnen de gemeente Nijmegen en ook door ingenieursbureau worden daar berekeningen voor gemaakt. Van zoveel inwoners, zoveel water wordt er verbruikt. Dus dan hebben die capaciteit moet dan berekend worden van hoe groot de buizen moeten zijn. En die buizen komen dus allemaal onder de grond te liggen. Dat is iets wat wij normaal niet kunnen zien. Nou, we staan hier gewoon omdat mensen kunnen komen kijken naar een rioolinspectie. En hoe het gaat allemaal, hoe het werkt, wat voor werk er allemaal aan zit. En hoe groot het is wat er eigenlijk allemaal onder ons doorgaat. En nu kunnen mensen het zelf een keer ervaren. Want als je als leek nu voor de eerste keer kijkt hoe groot zo'n riool hier is. Ja, dat is onvoorstelbaar hoeveel water er nu, en het regent nu niet eens, hoeveel water en hoeveel afvalwater er nu al onder ons doorgaat. Wat mensen allemaal in het riool gooien. Het riool is zo belangrijk nu voor het afvoer. Maar als je ziet wat er allemaal in het riool terechtkomt, van puin tot weet ik het wat. En zelfs de billendoekjes zijn gewoon heel schadelijk voor de pompinstallaties. Ja, de regen zet voort. Vandaag trok er weer een groot neerslaggebied over het land, waar wij sinds halverwege de middag vooral mee te maken hebben. Het was een graad of 12, maar de stevige wind deed het toch een stuk frisser aanvoelen. Morgen zit er iets meer afwisseling in het weer. Buien wisselen af met droge periodes en ook de zon zullen we even te zien krijgen. Die buien kunnen soms wel van een pittig karakter zijn. Temperatuur morgen een graad of 15. De dagen erna blijft het wisselvallig. Op vrijdag neemt de hoeveelheid buien iets verder af, maar zaterdag hebben ze juist weer de overhand. De temperatuur zakt dan iets verder terug naar een graad of 11. En dit was hem weer, het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl en alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 online. Nu op RN7 kun je weer kijken naar Nu in de Bios en wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!